Dit is dan bitter. Kijk, kijk, kijk. Hij denkt bij zichzelf, hier begin ik niet eens aan. Dit is... En als hij het dan binnenkrijgt, je ziet het... Godverdamme. Zie je het? Het is toch niet te geloven? Hoe kun je kinderen alles laten eten? De Universiteit van Nederland presenteert kinderarts professor Dr. Hugo Heijmans. Weet u, het wonderbaarlijke is dat ondanks alles wat zich heeft ontwikkeld in de geneeskunde, blijft voeding nog steeds een van de factoren waarmee je het beloop van ziektes echt kunt beïnvloeden. Dus voeding is iets ongelooflijk belangrijks. En als je kijkt naar kinderziekenhuizen in het verleden, dit is een plaatje van het Emma kinderziekenhuis toen het begon. Als je daar werd opgenomen, dan was je 2 maanden in het ziekenhuis. En wat deden ze? Want heel veel behandelingen waren er niet, heel veel medicijnen waren er niet. Je kreeg rust, reinheid, regelmaat en te eten. En eten was wel het allerbelangrijkste. Kijk, als je naar dit plaatje kijkt. Ik bedoel, kom er nu maar eens om dat een kind in een ziekenhuis zijn bord leeg eet. Ik bedoel, dat kan je toch niet in je kop krijgen. Dat is absoluut niet te bedenken. En toch, dat was toen een van de belangrijkste dingen. Die kinderen die moesten eerst wat aansterken voordat ze naar huis konden. Het grappige is, als je nadenkt over voeding, dan is ons hele concept van voeding veranderd. Want voeding was iets in die tijd om je maag te vullen. En heel veel gezinnen in Nederland, die dankten elke dag onze lieve Heer dat ze hun maag konden vullen. Dat was voeding. En als het er niet was, dan was het een ramp. U moet zich voorstellen, ik woon op het ogenblik in de Jordaan. In 1917 was er een aardappeloproer. U heeft het vast wel eens gehoord op school. Wat was er gebeurd? Het was de Eerste Wereldoorlog. Wij deden niet mee, we waren absoluut neutraal. Maar er ontstond een geweldig voedingstekort. Alles ging op de bon. En er waren geen aardappels meer. En dat gaf moeders het idee, ik kan mijn kind niet voeden. Er kwam een gerucht, op de Prinsengracht staat een grote boot met aardappels voor soldaten. Nou, u begrijpt wat er gebeurde. De moeders van de Jordaan en andere buurten in Amsterdam zeiden, soldaten, amahola, dat is voor onze kinderen. En zo ontstond het aardappeloproer. En het aardappeloproer liep niet goed af, want uiteindelijk ontstonden er kolossale redden, 9 mensen dood. En alleen maar om te eten, om aardappels te krijgen. En als je dan nu kijkt, hè, ik bedoel, ik weet niet of u die programma's volgt van Zo bakt Nederland, of dan zie je ze in Australië bakken of in Engeland, en dan gaat het toch allemaal om de meest idiote dingen die je met het eten kan doen, waarvan je denkt van, god, ik weet niet of ik het nog navertellen wat het is. Voeding is totaal veranderd, ga een boekwinkel binnen. Heb je hele boekenkasten vol met alleen maar kookboeken. Zie, ons concept van voeding is veranderd. Het is niet meer vulling van je maag, het heeft iets sociaals. Maar er blijft wel iets. Ik bedoel, ouders krijgen een soort van drang. Dat houden ze altijd om hun kind te laten eten. En als hij niet eet, word je er opgefokt van. Ik zie iemand al schudden. En ja, want zo werkt dat gewoon. Als je niet eet, voel je je ongelukkig. En als je kind gegeten heeft, dan zeg je eigenlijk s'avonds van, nou, ik heb wel gegeten vanavond. Hè. En dan heb je al meteen het gevoel van opperst geluk, want zo is het. En tegelijkertijd is voeding ook wel iets beangstigend geworden. Want lees de weekendbijlagen van elke krant die u leest, dan staat er iets over hart- en vaatziekten en voeding. En weer het nieuwe dieet, hoe je je overgewicht moet zien te beperken. Dat zijn toch allemaal dingen waar je je absoluut rekening mee moet houden. En denk eens even aan allergieën voor voeding en voedingsmiddelen. Of ga naar de Noordermarkt op zaterdag, naar de biologische markt of de dynamisch biologische markt. Dat zijn allemaal hele bijzondere dingen. Ze zien er iets pokdaliger uit, ze zijn iets kleiner, maar ze zijn in elk geval een stukje duurder. En of ze echt gezonder zijn, dat kan ik u niet met zekerheid vertellen. Maar het laat zien hoe we met eten bezig zijn. Dat is iets wat voor ons ongelooflijk ongelooflijk belangrijk is. En toch is er iets geks, hè? Want je bent baby in de buik van je moeder. En als je 1 jaar oud bent, eet je met de pot mee.
Hoe gaat dat in hemelsnaam? Hoe heb je dat in een jaar geleerd? Dat is toch een wonder? Nou, dat begint eigenlijk al in de buik van je moeder. Je moet in de buik... Dit is een echo, hè? U ziet hier de baarmoeder, moet je maar even opletten. Je ziet hier het kind zitten. Het zit in een zee van vruchtwater. En kijk, nou ligt het op zijn zij. Dit is het hartje. En af en toe zie je hier echt een streep doorlopen. En dan heeft het kind geslikt. Gewoon vruchtwater doorgeslikt. Komt in zijn maag en dat neemt hij op en hij plast het ook weer uit. En het wonderbaarlijke is, vanaf 16 weken doe je dat. Dan ben je eigenlijk aan het oefenen in de buik van je moeder hoe je moet slikken. En dat doe je, als je bijvoorbeeld 24, 25 weken bent, drink je al een halve liter per dag. Dus dat is aardig wat. En het grappige is, vanaf het eerste trimester krijg je een soort van smaakpapillen op je tong. En in het vruchtwater komt van alles wat moeder eet. Dus je kunt al een stukje proeven. Weten we dat zeker? Nou ja, er zijn wel experimenten gedaan met zoogdieren. Bijvoorbeeld, je moet je voorstellen, je geeft konijnen alleen worteltjes of alleen radijsjes. En dan kijk je later, wat gaan de kinderen van die konijnen eten? En ja hoor, dan gaan die konijnen waarvan de moeder worteltjes heeft gegeten, toch liever worteltjes eten. Dus er komt iets van smaak, komt in de ontwikkeling van een kind. Maar je bent dus in de buik van je moeder nog. Je bent eigenlijk aan het oefenen om te drinken en je wordt geboren. En paps, je kunt zo aan de borst, je kunt zo zuigen. Als je er oppervlakkig over nadenkt, denk je logisch, want zo moeten kinderen groeien. Maar weet u wat zuigen aan de borst is? U moet zich even voorstellen. Dit is de mond, hè? Dit is de tong. Met deze tong maak je een soort van vacuüm. Zo zuig je je als het ware aan de tepel vast. Dat kunnen die kinderen ook verdomd goed. En daarna pomp je het naar achter in je keel en je slikt het door. Maar het is nog veel ingewikkelder dan dat. Want je zuigt, je slikt en je haalt adem tegelijk. Als er straks aan het einde van dit college pauze is, raad ik u af om dat te proberen. Want dat kunnen we niet meer. Ja, ik heb nog wel eens iemand gezien, zo'n Duitse bierdrinker die dan zo'n laars neemt. En dan, die kan dat nog. Maar de meesten hebben dit infantiele reflex gewoon verloren. En toch is het een wonder dat je het kan. Want je moet je voorstellen, je hebt ongeveer 30 burst van zuigen. Dat gaat 2 per seconde. En elke keer als je 4 keer zuigt, dan slik je 1 keer. En de tussentijd, ja, 1 keer per 2 seconden haal je nog een adem. Dit is eigenlijk een kolossale inspanning. Als een internist aan een volwassen patiënt vraagt, hoe is het met uw conditie? Vertel eens even, hoe kunt u de trap op? Weet je wel, moet u stoppen op de trap? Dan is dat een manier om te kijken, wat bij een baby vraag je, hoe gaat het drinken? Want dat is een maximale inspanning. En als er iets mis is met de luchtwegen, of met het hart, of met het centrale zenuwstelsel, die dit helemaal moet reguleren, dan gaat het niet goed. Dit zuigen is dus iets wat werkelijk een super fantastisch iets is. Overigens ook als je neus verstopt. Dus dat kunt u voorstellen. Dat weet je ook gewoon. Als je kind verkouden is, dan gaat het ineens een stuk minder. Want een baby kan nog niet door zijn mond ademen. Dat leert hij pas later. Zo zijn we als het ware geprogrammeerd. Dat is de blauwdruk van een beginnend mensje. En dan is het uiterst interessant. Want sommige mensen zeggen, weet je, het is wel merkwaardig. Als ik hem die flesvoeding geef, die vindt hij niet lekker. Dan denk je, van kan een kind proeven op die leeftijd? Heeft die smaak? Nou, ik wil u een viertal filmpjes laten zien die werkelijk schattig zijn en die gaan over de smaak van een kind. U moet zich voorstellen, ik ga u laten zien een kind van anderhalve maand die voor het eerst iets zoets krijgt. Krijgt het in een pipetje, kijk wat er gebeurt. Hij neemt dus mond. Ja, is echt prima. Het is toch wel grappig. Je ziet toch aan het gezicht van, hij denkt van, nou, dit mag nog een keer. Dit is geen enkel bezwaar. Nou, wat gebeurt er als je dit kind straks iets zouts gaat geven? Dat is ook uiterst interessant, want we weten eigenlijk is zout niet zo fantastisch voor ons, vooral later. Kijk, nou, eigenlijk tegen zout ook geen bezwaar. Dus we hebben wel een wonderbaarlijke programmering. Als we geboren worden, dan hebben we een gevoel voor zoet en een gevoel voor zout. Nou, eens kijken wat er gebeurt als het zuur wordt. Moet u even kijken. Hij krijgt een pipetje met zuur. Kijk wat er gebeurt. Dit is wel wonderbaarlijk. Hij neemt het eerst goed gemoed in. En dan. Even proeven. Je ziet het. Verdemmen. Zie je het? Het is toch niet te geloven. Want dit wil hij dus absoluut niet. En als ze dan nog een keer met dat pipetje komen. Dan zeg je, ja, kom. De smaakontwikkeling. Anderhalve maand. Heb je dit al? En nu moet u eens kijken wat er gebeurt als het bitter wordt. Want dit is dan bitter.
Kijk. Hij denkt bij zichzelf, hier begin ik niet eens aan. Dit is... En als hij het dan binnenkrijgt... Oh. Nee, dit is natuurlijk in een nutshell wat er met ons gebeurt. Kunt u zich voorstellen, dit is informatie die eigenlijk ongelooflijk belangrijk is. Want de eerste 6-4 maanden heb je eigenlijk genoeg aan borstvoeding of aan flesvoeding. En daarna moet je eigenlijk een beetje bij gaan voeden. Dan krijg je wat vaster voedsel. Dat is op zich uiterst interessant, want vaster voedsel betekent dat je eigenlijk iets anders moet doen dan je voorheen hebt gedaan. Want dit zuigen, als je dat doet met vaste voedsel, dan begrijpt u wat er gebeurt. Dan komt het ook. Pops, dit is te enthousiast. Dan komt het aan de zijkanten van je mond, komt het eruit. Ja, u weet wel, want u heeft dat allemaal wel eens gezien. En dan wordt het er keurig weer ingelepeld en dan leer je het te doen. Maar je moet eigenlijk met vaste voedsel leren hoe je het met je tong van het begin van je mond langzaam naar achter voert en dan slikt. Dus het is een motorische ontwikkeling, een fijne motoriek leren van. En dat is ongelooflijk belangrijk. Maar tegelijkertijd moet je wennen aan een andere smaak. Want borstvoeding is zoet, warm, lekker, glad, nooit een klontje erin. En ineens krijg je iets. En het is ook in textuur dus anders. En eigenlijk hebben wij allemaal iets aangeborens, behalve de smaak. En het aangeborene is wat ik voor het gemak neofobie noem. De angst voor het nieuwe. Hoe kan ik u het beste... Ik ga veel naar China en de mensen weten, ik eet niet alles en ik eet eigenlijk altijd vis. En dan denken ze van, wil ik iets leuks, geef me iets leuks voor vis. Jellyfish. Jellyfish. Wat is jellyfish? Dat kunnen ze niet helemaal uitleggen, want dat woord is niet helemaal bekend dan in het Engels. En dan maakt iemand een tekening en hij tekent iets wat ik bedenk. Dit is een kwal. Dit is een gesneden kwal. En dan dat ga ik niet eten. Ik kan er niet aan beginnen, dat is neofobie. En dat heeft elke zuigeling ook, want geef je hem iets wat hij nog niet heeft gehad, die heeft eigenlijk het idee, dit heb ik niet besteld. Dit had gewoon warm en glad en lekker moeten zijn, dan krijg ik ineens heel iets anders. En dan kun je voorstellen, dat moet je geleidelijk aan wennen. En ik vind het dus belangrijk om, als een kind in de ontwikkeling is, dat hij iets kan eten, als hij een beetje goed kan zitten, als hij zijn hoofd in balans kan houden, als hij dingetjes in zijn mond stopt, als hij niet meer echt kwijlt, maar goed kan doorslikken, om hem geleidelijk wat te leren. En het wonderbaarlijke is, dat leer je onder andere van je ouders, van je moeder. Als ze 10 keer, gewoon zonder dwang, telkens opnieuw probeert, geleidelijk aan krijg je de smaak en ga je het eten. Alleen, ik vind het verstandig, begin dan niet met een vreselijke bittere groente, begin niet met lof. En ook niet met spruitjes, maar begin nou gewoon met een vruchtenhapje bijvoorbeeld, wat zoet en glad is. En geleidelijk aan maak je de textuur wat grover. En dan wordt het vanzelf iets wat je wendt. En zo kun je heel geleidelijk aan dingen leren eten. Telkens opnieuw krijgen, zonder dwang. En eigenlijk is het ontzettend belangrijk, want als je in de eerste 2 levensjaren een keur van voedingsmiddelen eigenlijk leert kennen, dan is dat smaakontwikkeling en ook ontwikkeling van alles wat je in je mond nodig hebt voor fijne motoriek. En dan moet je er wel bij bedenken, kijk, kinderen willen dan heel graag dingen zelf. Dat is knoeien natuurlijk. Maar waarom mag dat niet? Ik bedoel, als u nou bang bent voor het hoogpolig tapijt, dan legt u er maar een plasticje onder. Want het is heerlijk om dit te kunnen doen. Want als je een kind in deze levensfase de gelegenheid geeft om gewoon zelf te leren eten en om daar plezier in te krijgen. Ik heb voor mezelf het idee, als je dat jong leert, dan heb je daar op latere leeftijd ongelooflijk veel plezier van. En zo zie je, hè, eigenlijk het leren eten is iets wat al begint in de buik van je moeder. Wat je eigenlijk heel gewoon, als je iets van kennis hebt van de fysiologie, gewoon met een kind kunt doen. En als je het zonder dwang en plezier doet, dan kun je in de eerste levensfase een keur van dingen leren waar je de rest van je leven grote lol aan hebt. En eten blijft natuurlijk iets belangrijks waarvan ik u al heb uitgelegd. Het wordt steeds, de sociale factor van eten wordt steeds belangrijker. En dat maakt ons leven ook ontzettend aangenaam. Dus dan heb ik het gehad over eten. En ik wil u in een volgend college iets vertellen over hoe we steeds ouder worden. En hoe je eigenlijk je best zou kunnen doen. En dat heeft ook weer iets met eten te maken. Om niet alleen ouder te worden, maar ook een klein beetje gezond te blijven terwijl je ouder wordt. Want dat is natuurlijk toch wel de kunst. Daar gaat het volgende keer over.